Maar we zijn kritisch trouwens. Maar heb je het meegekregen dat er ook iemand heel kritisch op jou was trouwens na dit weekend, de wedstrijd? Jij bent altijd kritisch op mij, maar vertel maar wie. Jacques Zwart. Jacques Zwart. Dat kan ik prima hebben, Jacques Zwart. Ja, en Jacques was ook eigenlijk ontstemd over het feit dat iedereen vond dat het zo'n grote overwinning was voor Ajax. Oh, ja. Feyenoord, want Ajax had er best wel kansen gehad ook nog. Feyenoord pakte alles aan, won de tweede bal. Dus die doken erin voor hun leven. Nou, dat moeten ze elke week doen. Maar goed, neem niet weg dat Ajax verslapte. Maar toch kwamen we op 2-2. En daarna moet Ajax 3-2 maken. Dus ga niet vertellen dat Feyenoord nou zo goed was. Want dat ook 3-4-2. Feyenoord nou zo goed was. Want dat ook 3-4-2 voor Ajax kunnen zijn met de rust. En dan zijn die verslaggevers, die zijn, vinden het geweldig. Ik kan je er 4 op noemen, die staan te lachen joh, dat Feyenoord gewonnen hebben. Zo, ben benieuwd. Zo neutraal zijn ze. Welke 4? Meneer Van Gangelen, meneer Hans Kraaij junior, die keeper van PSV van vroeger. Geweldig vinden ze het joh. Kijk, dat zijn nou de verkeerde mensen. Ja. Volledig objectief dit natuurlijk. Sjaak is eigenlijk de Amsterdamse variatie van Jan Boskamp. Ja. Maar kijk, volkomen blind. Ja, maar nog erger. Ja. Eigenlijk zou Sjaak het liefst willen dat ik direct na afloop tegen Van Persie zeg van... Gods Christus, wat waren jullie verschrikkelijk slecht vandaag. Ja. En wat heb jij slecht gespeeld? Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Inside.